Voorzitter, tweeënhalf jaar geleden trad de minister-president uit zichzelf af. Om wat een van de grootste schandes in Nederlandse geschiedenis hier van na de oorlog is: het toeswagenschandaal. Mijn eerste vraag aan de premier is: wil hij de ouders zometeen aankijken en aan ons, kamerleden en aan de ouders vertellen hoe hij vindt dat het staat met het herstel? Het herstel van deze ouders en het herstel van vertrouwen in de rechtsstaat. Deze ouders krijgen nog steeds zwarte dossiers. Nog steeds weten ze niet wat er gebeurd is, behalve dat hun leven kapot is. Voorzitter, dit gebeurde na drie jaar van ontkennen, verdraaien, traineren, procederen en laten we gewoon eerlijk zijn, liegen en bedriegen. Het kabinet kwam pas tot inzicht dat er een oplossing moest komen toen het niet anders kon. Kom. Voorzitter, toen het afgetreden was, deed het kabinet twee series beloftes. De ene serie belofte was richting de ouders. En de ouders die hier zitten hebben er een mening over of het kabinet hier is nagekomen. En we gaan toch niet echt consultancies inhuren om te denken dat die deze mensen wel gaan helpen. Vragen desnoods aan de gemeentes. Vragen desnoods aan de niet-rijksoverheid, overheden die deze mensen wel helpen. Zij hebben daar wel ervaring mee en zij kennen ze ook, maar gaat u ze niet uitbesteden alstublieft. Voorzitter, het tweede was een serie beloftes over hoe het beter zou gaan. Er zouden hardheidsclausules in de wet komen en de eerste wet die daarvoor in aanmerking kwam was de zogenaamde invorderingswet. Als je een belastingsschuld hebt, dat de belastingdienst dan niet als een stoomwas over je heen rijdt. Dat wetvoorstel is hier nog niet. En ook die andere hardheidsclausules die zijn er niet. Dat was het eerste wat het kabinet riep. We hebben ze nodig. Waar blijven ze dan? Het tweede wat ze riepen was, als er waarschuwingen zijn, dan horen we ze graag, want dan doen we er wat mee. Nou neem de buikpijndossiers van de rechters. Er waren er elf. Ik ga er één met u behandelen, voorzitter. Dat zijn de gezinnen die onder de bijstandsnorm leven. Dat zeggen de rechters al meer dan een jaar en de ombudsman al een paar jaar. Ik moest er vragen overstellen met heel veel collega's om erachter te komen dat het om 10.000 gezinnen ging. 10.000 gezinnen die nog vandaag onder of ver onder de bijstandsnorm zitten door een rare samenloop van regelingen. De rechter heeft gezegd dat die mensen extra geld moeten krijgen en ze krijgen het tot op de dag van vandaag niet. Wat is de belofte dan waard om beter te luisteren? En de informatiehuishouding, voorzitter. Een puinhoop. We kregen een rapport. Het stond op de site van het ministerie van Financiën, maar was per ongeluk niet naar de Kamer gestuurd. Er was geen taal aan vast te knopen. En als je informatie niet op orde is, dan weet de regering niet wat er gebeurt. Dan kunnen ze de Kamerleden niet informeren. Dan kunnen ze de journalisten niet informeren. Maar het allerergste is: als de informatie bij de Belastingdienst of het UWV niet klopt, zijn de burgers rechteloos. En dat is wat we zien in dit land. En wat gaat u daaraan doen? Dan de teruggevonden stukken, voorzitter. Hoe kan het dat twee jaar na dato, zeg ik tegen de minister-president, deze stukken komen? En de stukken heb ik vanmorgen gelezen. Er was één persoon in het managementteam die niet meewerkt aan het PWC-onderzoek. Haar mail stond erin. En daarin stond dat ze de top van de Belastingdienst en de bewindspersonen altijd op de hoogte gehouden had. Klopt het wat ik vanmorgen gelezen heb dat zij bij meerdere gesprekken aanwezig geweest is die met de advocaat gevoerd zijn? En als dat zo is, dan wil ik die gespreksverslagen van die gesprekken van de kant van de Belastingdienst hier binnen een week hebben. Ik wil binnen een week weten hoe de, hoe de bewindspersonen en de directeur-generaal op de hoogte gehouden zijn. Ik wil daar een complete lijst van. Want het stond niet, zeg ik u, voorzitter. In de tijdlijn. Het stond niet in alle rapporten die we gezien hebben. Het stond helemaal nergens. En voorzitter, wij kunnen als Kamer ons werk zo niet doen. Als wij de informatie niet krijgen, nemen wij de foute besluiten. En hier krijgen we constante informatie niet. Ik wil binnen een maand alles, maar dan ook alles wat er nog ligt, voorzitter. En daar kijkt u mee op aan. Voorzitter, dan vraag ik aan het presidium: wat moeten we doen? We krijgen de stukken niet. De regeringspartij neemt daarop onvoldoende actie. Moeten we bewijsbeslag gaan leggen? Dat kan. Dan kan de Tweede Kamer naar de rechter gaan en kan zeggen we leggen beslag bij de Belastingdienst op de stukken. Om te kijken wat er tussen zit. Het is een absolute nederlaag voor de democratie, want je wilt geen parlementaire politie. Die wil je niet. Je wilt met een vertrouwensvraag om kunnen gaan met je regering. Maar als het de regering keer op keer dat betrouwen beschaamt en die stukken niet stuurt, zit er niks anders op. En stuurt de regering al die stukken ook even op naar het OM. Als je je niet aan de wet gehouden hebt en je maakt een nieuwe wet om dit te repareren, wet waar ik het niet mee eens ben, en je kunt je er weer niet aan houden, dan ga je niet via de achterdeur naar de rechterstoel om daar toestemming voor te vragen. Hoe haal je het in je hoofd? Wil je alsjeblieft daarmee stoppen, regering? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Omzicht. En dan geef ik het woord aan mevrouw Kuik.